Hallo, ik ben Wassim. En ik ben Amir. En wij zijn vandaag de verslaggevers van de Bridge to Liberation herdenking. Ik vind het wel vet. Ik ook heel cool. En het is ook een eer om hier zo te staan met alle mensen. Bent u zenuwachtig? Nou, ik ben nu een beetje zenuwachtig dat ik twee jonge mannen hier voor mijn neus zie staan. Maar ik ben in principe voor vanavond niet heel zenuwachtig. Maar ik vind het wel spannend dat ik weer ga zingen na een hele lange tijd. Want ik heb in deze hele coronatijd niet heel veel opgetreden. Het is überhaupt heel leuk om weer te spelen. En dan zeker natuurlijk voor zo'n mooi project als dit. Het ziet er prachtig uit. Dus ik vind het echt heel leuk om mee te doen. Ja. Is het moeilijk? Nou, voor mij niet. Maar ik doe het al heel lang. Maar ik denk als je net begint wel, ja. Met die joystick kan je zo de camera heen en weer doen. Mooi, joh. Zie je? Ja. Best een mooie beweging. Heel leuk. Ik wil het wel een keertje daar werken. Dat maak jij, hè, nu? Oh. Een wereldberoemde beweging. Ik vind het heel tof en leuk. Ja, ik ook. Ik vind het super cool. Ik heb dit nog nooit meegemaakt om zo achter de schermen te kijken wat er allemaal gebeurt. Dit jaar is alles anders. Dus ook Bridge to Liberation. Maar het gewicht van de geschiedenis is hetzelfde. De impact van de slag om Arnhem is nog dagelijks invoelbaar. Ik ben een kind van de regio. Geboren in Oosterbeek en ik heb mijn jeugd in Arnhem doorgebracht. Mijn werk voor vandaag is dat ik de verhalenverteller ben van de Bridge to Liberation Screen Experience. En ik vertel de verhalen van de geallieerden van vroeger. En de geallieerden is een ingewikkeld woord, maar geallieerden betekent eigenlijk de bevrijders die uiteindelijk Nederland hebben bevrijd. Burgers, soldaten, ouderen en kinderen. Kinderen die zo kwetsbaar zijn, maar zo belangrijk, want zij zijn de toekomst. Het is natuurlijk een niet zomaar een show. Ik bedoel, het heeft een hele mooie betekenis. En het laat door middel van muziek en een heel groot show-element laat het wel heel erg zien dat vrijheid heel belangrijk is. En zo worden we er ook telkens weer door dit soort evenementen aan herinnerd dat het inderdaad niet vanzelfsprekend is. We leven toch in een land waar we vrij zijn. We hebben de keuzes, we hebben vrijheid van de uiting van onze mening en we mogen zoveel. En daar ben ik eigenlijk heel dankbaar voor. We zijn vrij, want we vieren 75 jaar vrijheid. Hè, dat is van dit jaar. Maar eigenlijk zijn we ook niet echt vrij, want we moeten thuis zitten, we moeten opletten, we moeten geen handen schudden, we moeten mondkapjes dragen, we moeten afstand houden. En dat is heel gek, want we wonen in een land waar we vrij zijn, waar we alles mogen doen wat we willen, maar tegelijkertijd hebben we ook een niet-vrijheid. En dat is een beetje ingewikkeld. En jullie worden nu natuurlijk groot in deze tijd. Jong zijn is geen zaak van onwetendheid en moed. Jong zijn is onbetaalbaar. Als je het kwijt bent, is dat voor altijd. Ik ben al wel opgegroeid in een tijd waarin eigenlijk vrijheid een beetje als vanzelfsprekend wordt gezien. En dat mensen heel erg gewend zijn dat we gewoon dingen kunnen doen die we willen doen. En dat was vroeger natuurlijk niet altijd zo. En in sommige gebieden is dat ook nog steeds niet zo. Dus ik denk dat zeker voor kinderen van jullie leeftijd dat het heel goed is dat er gelijk geleerd wordt van dat heel veel mensen ook zijn die niet heel vrij zijn in hun leven eigenlijk. Ik zie, zowel aan jou en aan Mia, en dat zie je bij mij ook. Kom je uit Nederland? Nee. Oh! Waar ben jij geboren? In Syrië. Ah, in Syrië. En hoe lang ben je al in Nederland dan? 3 jaar. Het was een heel moeilijke tijd. Waarom? Want ik zag heel heftige dingen, mensen dood en zo. Oh jeetje. Kogels en bommen neervallen. Niet alleen maar volwassenen gaan over de Tweede Wereldoorlog praten. Ook kinderen horen erbij. Wij zijn een beetje de toekomst. Dus wij moeten ook leren dat over de geschiedenis. Ik vind het belangrijk. Want vrijheid is heel veel dingen. Vrijheid, dus geen gevecht, geen ruzie, geen kogels, geen bommen of zo. Ik
kinderen moeten natuurlijk overal bij zijn. En wat van de geschiedenis leren, dat krijgen kinderen mee voor nu en voor later. De kinderen zijn eigenlijk de belangrijkste doelgroep om betrokken te worden bij de herdenking. En daar ben ik ook heel erg blij dat jullie er zijn. Dat is onze geschiedenis. Nou ja, en jullie zijn de toekomst. Dus jullie moeten in de toekomst zorgen voor vrede en veiligheid. Wat heel belangrijk is, is dat je goed je best doet. En dat je ook vrij blijft. Dus dat je altijd probeert verder te denken dan de toekomst. Blijf in jezelf geloven. Je kan echt wat je maar droomt, als je er maar voor gaat. Dit ja. is onze gelukkigste dag. Deze dag ga ik nooit meer vergeten. Ja. Het knu-oog.